38 jaar oud en de eigenares van Stal ter Kozen, een hypotherapiecentrum en zorgboerderij. Ze is uit Kozen, Limburg. Uw warm applaus voor Cynthia Geene! Voilà Cynthia, ik denk dat ze daar zitten, uw vrienden en familie. Nu Stal ter Kozen, halfweg tussen Hasselt en Sint-Truiden. Wat valt daar allemaal te beleven? Heel veel. Wij hebben thuis een zorgboerderij waar we met 8 zorggasten werken. Daarnaast geven wij ook paardrijlessen aan gewone kinderen. Maar wij doen ook aan hypotherapie met kinderen met een beperking. Ik hoor u zeggen wij, dus je staat er niet alleen voor? Nee, wij proberen onze zorggasten te laten helpen bij alles. En we hebben natuurlijk ook een heel deel vrijwilligers. En hoeveel mensen zijn er zo een dag actief dan bij jullie? Wow, dat loopt toch altijd wel 100 man of 10 rond bij ons. Dus ik ben nooit niet alleen. Oh, dat is goed. Nu, als je zelf één dag in de huid van iemand anders zou mogen kruipen, wie is dat dan en waarom? Dan zou dat zeker in de huid van mijn dochtertje Anke zijn. Zij heeft zelf een zware beperking en zij is blind. En ik zou echt wel eens graag willen weten wat zij voelt als wij met haar bezig zijn tussen de paarden. En zij is vaak ook tussen de paarden? Zij is heel vaak tussen de paarden, want wij hebben ook zo'n hele kleine miniatuurpaardjes en die zijn opgeleid voor het huis te komen. Die nemen ook de lift, dus ze kan altijd met paarden werken. En in totaal hoeveel kinderen heb je? 6 kinderen. Dat is er altijd gezellig dan. Voilà. Nu, Cynthia. Als jij verkozen zou worden tot schoonste boerin van Vlaanderen, waar zou je dan op inzetten de komende 2 jaar? Oh, ik denk vooral de landbouw promoten, maar ik wil vooral een brug zijn tussen de consument en de sectoren. Dat is mijn doelstelling. Voilà, kijk. Ik hoop dat we hier goed mee gestart zijn. Heb je al geamuseerd? Heel hard. Ah, wel. We gaan dat verder ook zo doen vanavond. Dames en heren, op armen met uw applaus, Cynthia